Hoi allemaal, ik ben Albanet, jullie Basta reporter. Wat is dit? Dit ding vliegt in mijn beeld. Dit is een drone, een luchtvoertuig zonder piloot. Ze worden van een afstand bestuurd en hebben vaak een camera aan boord. Omdat je je camera van een afstandje kan besturen, kan je bijvoorbeeld dit soort mooie natuuropnames maken. En dit is Niels. Hij is piloot, cameraman en drone-expert. Hoe werkt zo'n drone eigenlijk? Een drone die werkt hetzelfde als met een helikopter. Een helikopter die heeft ook wieken die ronddraaien. Ja. Een drone die heeft er 4 en die draaien heel snel rond. En omdat ze zo snel ronddraaien, gaat de drone omhoog. En dan kan ik overal heen gaan waar ik heen wil vliegen. Denkt u dat alle mensen in de toekomst een drone zullen hebben? Ik denk dat heel veel mensen een drone gaan hebben, inderdaad. Als je nu al kijkt, zijn er heel veel drones verkocht. En zometeen gaat die over de hele wereld door iedereen gebruikt worden. Dus om te filmen. Dus ook door amateurs? Ook door amateurs. En daarom moeten er goede regels komen nu op dit moment in Nederland. Een goede dronewet. Ja, dus zoals niet binnen sms'jes lezen, hè? Hey, dat is privé! Niet binnen sms'jes lezen, nee. Dat is inderdaad een schending van de privacy. Maar het mag wel. Moet je je dan niet aan bepaalde regels houden? Eigenlijk niet. Als hobbyist mag je er gewoon min of meer doen wat je wil. En je hebt dan nog wel het verschil tussen buiten. Buiten moet je je wel een beetje aan de regels houden. Dat je niet bij mensen in de buurt gaat vliegen, want dat kan gevaarlijk worden. Of dat je boven huis gaat vliegen, zodat je die mensen naar binnen gaat filmen. Want dan kan je iemand filmen die aan douche is bijvoorbeeld. Als je binnen bent, dan mag je wel doen wat je wil. Dus jij mag gewoon in je woonkamer met je drone vliegen. Dat klinkt niet verkeerd, zolang ze maar geen berichtjes lezen. Wil jij nog meer van dit soort dronebeelden bekijken? Kijk dan op bastaschooltv.nl.